Gaande nou, ik heb honger. Hoe vaak krijgen we nou de kans om een echte schrijver aan het werk te zien? Kun jij lezen wat hij schrijft? Ik haat lezen. Hoe durf je dat te zeggen in het bijzijn van een schrijver? Boeken zijn saai. Nee, je vriend heeft gelijk hoor. Lezen kan ontzettend saai zijn. Precies, en daarom is lezen stom. Kom, boeken zijn saai, we gaan. Nee, en lezen is leuk. En wat vind jij dan een leuk boek? Nou, ik hou er wel van als een verhaal spannend is. Oh ja, ja, spannend, daar hou ik ook van. En ik vind het ook fijn als er humor in een verhaal zit. Ja, humor. Ja, humor vind ik ook leuk, dat is om te lachen. En het mag best een beetje eng zijn. Ja, een beetje eng. En er mag ook best een beetje geweld in zitten. Ja, en een beetje... Maar niet te veel. Nee, nee, nee. Een beetje geweld, maar niet te veel. Jij? Niet te veel? Nee, mijn vader zei altijd, geweld is slecht voor kinderen. Nou, dat heeft hij me met de knots ingelepeld. Nou, jullie zijn een grappig duo. Misschien schrijf ik een boek over jullie. Een boek over ons? Ik zie het al voor me. Igor en Robin op de cover. Oh, en de titel, twee goede vrienden. Dat wordt heel spannend. Met humor en een beetje eng en een klein beetje geweld. Leuk? Heel leuk. Ah, wordt het een mooi boek? Ja, heel mooi. Mooi. Ah, ik vind lezen leuk. Heel leuk. Maar ik kan eigenlijk helemaal niet lezen.